Het is druilerig, bewolkt en regenachtig. Nergens een zon te zien. Maar die kun je natuurlijk wel via de grote telescoop zien. Het leuke van radiogolven is dat ze door de wolken heen gaan. Dus wij kunnen nu dus door de wolken heen kijken. We wilden laten zien dat deze telescoop niet meer als wetenschappelijk instrument gebruikt wordt, maar door hobbyisten. En dat willen we ook voor het gewone publiek. Alleen we kunnen vanwege de COVID-pandemie dit jaar niet open zijn. En daarom vinden we het ontzettend leuk om ze nu en dan het publiek een kijkje in de telescoop te laten nemen. Showtime, go live. Gaan we, veel plezier. Camras zendt vandaag 2 livestreams uit voor de Landelijke Zonnekijkdag. Goedemiddag allemaal, welkom in de radiotelescoop Dwingelo. Zo'n 700 mensen bekeken de beelden en dat was meer dan gehoopt. Ze zagen de radiogolven die van de zon afkwamen. Die golven betekenen dat de zon dus meer is dan een ster die zichtbaar licht uitzendt. Hij zendt ook warmtestraling uit, infrarood. En als je nog verder gaat, radiogolven. En dit signaal is vergelijkbaar met wat er uit de radio komt. Alleen wij maken er geen muziek van of geen geluid van, maar wij zetten het als signaal op een computerscherm. Door onder andere de radiogolven van de zon te laten zien, kun je inzichtelijk maken hoe de zon is opgebouwd. Maar je kunt zeggen bijvoorbeeld hoe sterk het magneetveld is. Maar je kunt ook begrijpen dat bepaalde type zonneuitbarstingen zoveel energie geven dat ze schadelijk zijn voor allerlei instrumenten op aarde. Je kent het voorval van dat hele elektriciteitsnetwerken en steden stroomloos waren vanwege een zonnestorm. Voor nu hartelijk bedankt voor het kijken. Ben je tevreden over vandaag? Ik ben hartstikke tevreden, ja. Wij hebben echt een goed gevoel erbij en we zullen de reacties nog eens even bekijken en de meest prangende vragen op ons blog beantwoorden.